1000 huurwoningen in de stad worden de komende 5 jaar volledig energie-neutraal. In de toekomst mogen woningcorporaties de energierekening van huurders incasseren. En met dat geld financiert de woningbouwvereniging de investeringen die nodig zijn om een woning energie-neutraal te maken. 5 woningcorporaties uit de stad werken aan het plan mee. De verbouwing van een woning gaat zo'n 60.000 euro kosten. Er is een wetswijziging die dat mogelijk maakt, zodat je op die manier de boel kan bekostigen. En waar ook heel, en ik denk dat dat heel erg goed is voor de bewoners en ook heel goed is voor de bouwsector en ook voor de werkgelegenheid en de woningmarkt. Dus ik vind het een buitengewoon goede investering. Je moet je er ongeveer een T-muts model bij voorstellen. Dus dat betekent dat we bouwen eigenlijk een nieuwe woning om de bestaande woning heen. De installatietechniek komt in de spouw die zo tussen de oude en de nieuwe woning ontstaat. En je kan eigenlijk zeggen hoe het werkt is op 4 manieren. Op die manier wordt de woning perfect geïsoleerd, dus hij gebruikt heel weinig energie. Het tweede is dat, de woning energie gaat opwekken, bijvoorbeeld door aardwarmte en zonnepanelen. Het derde is dat alle energie die wordt verspild in het huis wordt teruggewonnen, dus bijvoorbeeld een douchebak. Daar komt warm water in, die energie wordt teruggewonnen en weer hergebruikt. En het laatste is dat we door middel van slimme meters ook het gedrag van de bewoners proberen te beïnvloeden. Dat ze zo zuinig mogelijk leven. Het stadsbestuur wil dat in de toekomst ook huiseigenaren gebruik kunnen maken van deze methode. Wij denken op het moment dat wij echt daarmee aan de slag gaan, dat het ook mogelijk moet zijn om in wijken om eigen woningbezitters die zeggen ik wil meedoen. Want hoe meer woningen je tegelijk aanpakt, hoe goedkoper het wordt, dan staan we daar zeker voor open. Dus dat zie ik ook als een van de grote voordelen van dit plan. De komende maanden wordt met bewoners, bouwers en andere partijen besproken welke woningen geschikt zijn om aan te pakken.